Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedemiddag. Hoeveel keer we dit journaal de laatste maanden al met coronacijfers geopend hebben, ik kan het niet tellen. Maar vandaag staan we stil bij een ander cijfer. Het aantal verkeersdoden. Want dat zijn er dit jaar toch weer meer dan 200 in Vlaanderen en Brussel. En dat is minder dan vorig jaar, maar dat hebben we waarschijnlijk alleen te danken aan de coronamaatregelen. Zeker tijdens de periode van de lockdown, in de eerste 6 maanden van dit jaar, hebben we vastgesteld dat er veel minder ongevallen waren, maar dat ze wel veel ernstiger waren. Sommige mensen zagen hun kans schoon om echt plankgas te geven omdat er minder verkeer was, omdat ze dachten dat er minder controle was. En dat heeft ervoor gezorgd dat de ongevallen veel ernstiger waren. Veel meer echt zware incidenten op de weg dus. En wat ook opvalt, is dat er bij 4 op de 10 ongelukken maar 1 partij betrokken was. Dat was onder andere zo bij het ongeluk dat Hicham Chabi het leven gekost heeft eind augustus. 24 jaar jong was hij. Wij zijn gaan praten met zijn tweelingbroer Nassim. Ik probeer deze weg te vermijden omdat ik toch zo'n soort van kippenvel krijg als ik hier voorbij rijd. Maar soms gebeurt dat wel eens dat ik hier eens passeer. Maar dan denk ik ook altijd weer terug aan die jongens. En dat doet toch wel iets met mij, hier komen. Het is een mistroostig beeld, verwelkte bloemen in de winterse regen. Maar toch wilde Nassim even met ons naar hier komen. Want hier, in deze bocht, verloor hij eind augustus zijn tweelingbroer Hicham. Die was samen met 3 vrienden gaan autorijden. De sfeer, dat was gewoon een dag zoals een andere dag. We waren blij, we hebben gelachen, gesproken. Daarna zijn zij vertrokken, ik ben vertrokken, maar zij zijn niet meer teruggekomen. Want hier ging een auto uit de bocht en sloeg hij over kop. De klap was zwaar. Hicham en een vriend droegen geen gordel en werden uit de auto geslingerd. Een derde vriend raakte zwaar gewond. Rond 6 uur 's ochtends werd er aan de deur gebeld. Zag ik allemaal politieagenten. Ik hoorde mijn moeder al huilen en ik vroeg wat is er aan de hand. En toen kreeg ik het slechte nieuws, zeiden ze van uw tweelingsbroer is overleden. Als je zo jong bent, dan denk je daar totaal niet aan. Nee, dan denk je zeker op 24-jarige leeftijd. Mijn broer had niet de kans gehad om zijn rijbewijs te halen. Hij heeft nooit in een auto gereden ook, maar is toch in een auto overleden. Het is soms snel gebeurd, beseft Nassim nu. Het ongeval heeft hem aan het denken gezet. Let meer op, ik draag mijn gordel altijd. Dat is ook wat ik zou willen meegeven aan de jongeren. Van, hou jullie aan de verkeersregels. Dingen als gsm, achter het stuur, dat hoort niet. En draag altijd de gordel, want dat zou wel eens je leven kunnen redden. Ja, dat elk dodelijk slachtoffer op de weg is er 1 te veel. Dat zegt ook Lydia Peters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Ze wil inzetten op betere infrastructuur en strengere controles. Maar de sensibiliseringscampagnes moeten volgens haar ook anders. Rond dat sensibilisering, ik denk dat we veel meer gerichte acties moeten doen. U heeft het zelf al gezegd, afleiding, drugs en alcohol. Het zijn allemaal echte verkeerskillers nog vandaag de dag. Ook daar moeten we heel gericht gaan sensibiliseren, de campagnes aanpakken. Niet meer de campagnes zoals we ze in het verleden kenden, want we zien dat werkt niet meer, dat heeft geen effect meer. Dus echt heel gerichte campagnes. Dat elk dodelijk slachtoffer een man, vrouw of kind is met veel verdriet in de omgeving, dat wordt duidelijk op onze website en in onze app. We hebben daar alle ongelukken in kaart gebracht. En dan dus die andere cijfers over de coronapandemie. Ze stijgen minder snel nu dan enkele dagen geleden en zo doen we het nu beter dan onze buurlanden. Momenteel zijn er dagelijks gemiddeld 2523 nieuwe bevestigde gevallen, een stijging met 7%. Elke dag zijn er 182 nieuwe ziekenhuisopnames. In alle ziekenhuizen samen worden nu 2560 coronapatiënten verzorgd, 539 van hen op intensieve. Die cijfers gaan traag omlaag. En ook het sterftecijfer daalt licht. Er zijn nu gemiddeld 91 coronadoden per dag. Dag, Cathy Allard. Dat zijn enigszins opbeurende cijfers, zo net voor kerst. Mag ik het zo samenvatten? Ja, die stijgende trend die lijkt in elk geval toch wat doorbroken. En of dat nu al een hoopvol signaal is, dat is een vraag voor Steven van Gucht.
Professor Van Gucht, goedemiddag. Dat aantal besmettingen dat stijgt minder snel. Betekent dat dat we ook alweer voorzichtig op de goede weg zijn? Wel, ja, de goede weg is misschien een groot woord, maar het is toch wel goed om te mogen vaststellen dat het niet sterk doorstijgt, zoals je dat bijvoorbeeld in Nederland ziet of in een aantal andere Europese landen. De cijfers stijgen nu nog met 7% op weekbasis. Enkele dagen terug was dat nog 15%. Dus die kracht van die stijging neemt af. En ik denk dat de komende dagen dat misschien nog wel wat verder gaat afnemen, dankzij die kerstvakantie. Dus op zich is dat goed, als je dat vergelijkt met de trend in andere landen. Langs een andere kant, we zitten nog altijd op een heel hoog plateau. Als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, 180 opnames per dag. En daar schommelen nu toch wel al een tweetal weken rond die waarde. Dat stijgt niet, dat is goed, maar dat zit op een hoog niveau. En dat betekent toch nog altijd een serieuze belasting voor onze ziekenhuizen ook. De kerstvakantie zal waarschijnlijk een beetje rust brengen, maar dan januari, ja, dat wordt natuurlijk het grote vraagteken. Wat gaat er dan gebeuren? Op de persconferentie heeft u ook resultaten gegeven van een onderzoek van Cienzano, waaruit blijkt dat veel mensen het lastig hebben, heel slecht in hun vel zitten. Ja. Hoe bezorgd bent u daarover? Wel, dat is natuurlijk zorgelijk om dat te moeten vaststellen. Als je kijkt naar het aantal mensen dat kampt met angst of depressieve gevoelens, dan zitten we op het niveau van de eerste golf. Het is een tijdje beter geweest tijdens de zomer in september en sindsdien is dat wel weer achteruit gegaan. 1 op 5 van de mensen klaagt van angstgevoelens of depressieve klachten. 1 op 5 slikt kalmeer- of slaapmiddelen. En 15% van de mensen zegt dat ze daarmee begonnen zijn tijdens de coronacrisis. Dat zijn toch cijfers om in rekening te houden. En mensen geven vooral aan dat ze moeite hebben met die sociale beperkingen. Het feit dat we zo weinig mensen mogen zien, ons sociaal netwerk voor een stuk eigenlijk uit elkaar gebrokkeld is. En dat is een lastige, want het zijn juist die sociale contacten en de beperkingen daarop die zo belangrijk zijn om dat virus te bestrijden. Dus dat is moeilijk om elkaar te vereenzelvigen. Ik denk dat we vooral niet mogen opgeven en beseffen dat dit gaat eindigen. Hè, dat dit geleidelijk aan beter gaat worden. Maar het is heel moeilijk en veel mensen hebben er last van. Is dit meteen ook uw advies voor de komende kerstdagen? Ja, absoluut. Ik zou zeggen, hou het met kerstmis fijn, klein en veilig. En hou vooral moed. Hè. We mogen nu niet opgeven. De komende 2-3 maanden gaan denk ik nog heel moeilijk zijn. Maar dan gaat het week na week, maand na maand, altijd maar makkelijker gaan. Daar ben ik zeker van. Dus nu mogen we vooral niet opgeven. Het is de moeilijkste fase van deze pandemie. We zitten echt in het midden van de coronastorm nu. Nu moeten we volhouden en later dan gaat het echt beter gaan. Het wordt beter, dat onthoud ik. Dank u wel, professor. Ja, goed, veel mensen hebben het moeilijk nu. De kerst wordt ook moeilijk, maar het wordt beter. Dat is wel duidelijk. Ja, hoopvol en veilig, dat gaan we meenemen. Dank je wel, Cathy. Het zijn extreem drukke dagen momenteel voor de poeliers. Want bij kerstmis hoort voor veel mensen altijd kalkoen. Ook dit jaar, al is er wel een probleem. Voor onze kleine familiebubbels hebben we namelijk geen enorme kalkoenen nodig. Maar de dieren die gekweekt zijn, die zijn wel groot en dik. Bij een poelier in Sint-Amandsberg bij Gent konden we zien hoe ze dat oplossen. Het is een gekkenhuis bij de familie Douwe vanmorgen. Wees niet ongerust, we zijn klaar met productie, maar we zijn er toch wel een halve dag in gedaan. Alle hulptroepen zijn opgetrommeld en alles gebeurt in looppas. Er is wild, zelfs kangoeroe, maar bijna de helft van de klanten wil kalkoen. Met kerstdag is het geen feest om de kalkoen. Wij zijn mensen die houden van tradities en de kalkoen is een gebeuren. Nu is er wel een probleem dit jaar. Met de COVID-19 zijn we allemaal een beetje verrast. We hebben dus kalkoenen die normaal zijn voor 8 à 9 personen. Maar omdat we allemaal maar een kleine bubbel zijn, hebben we tekort en nood aan een kleine kalkoen. De grote kalkoenen konden helaas niet meer op dieet. Maar hun filets worden nu gebruikt om gevulde rollades van te maken. Voor sommigen verdwijnt daarmee wel een deel van het kerstgevoel. Opdienen van de kalkoen die uit de oven komt op de feesttafel is heel iets anders dan de rollade. Het is feestelijker. Veel meer kleine dieren, dat betekent voor u meer werk, meer klanten, meer versnijden? Meer versnijden, meer werk, ja. Ik heb wat extra's moeten aannemen, dat wordt voor mij wel moeilijk. We hebben deze nacht toch wel doorgewerkt tot 4 uur deze morgen. Enkele uur slaap voor de klant te kunnen dienen naar een goed afgewerkt product. En morgen ook nog een drukke dag? En morgen nog een drukke dag, ja. Wanneer is het voor u gedaan? Kerstdag, dan ga ik al de bellen af en pak ik geen enkele telefoon op. Hier in het zorgcentrum
vangen wij de slachtoffers op van acuut seksueel geweld. Het is eigenlijk hier een vrij neutrale, rustige sfeer. Het is eigenlijk ook de bedoeling dat als een slachtoffer hier toekomt, dat we die eigenlijk terug een beetje controle geven, een beetje waardigheid geven, dat we die eigenlijk terug tot rust kunnen proberen brengen. Het zorgcentrum na seksueel geweld van het UZ Gent staat dag en nacht klaar. Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkrachting kunnen er terecht voor verzorging, sporenonderzoek en eventueel ook voor een aangifte. Vanaf nu niet alleen meer slachtoffers uit Gent zelf, maar uit de hele provincie Oost-Vlaanderen. In Brussel en in Luik komt er een gelijkaardige aanpak. Wie een klacht indient, die wordt voortaan ook altijd bijgestaan door slachtofferonthaal. Gaande van dossier inkijk. Wilt het slachtoffer klacht neerleggen, ja of nee? Gaan we de dader laten vervolgen? En ik denk dat dat wel heel goed is, dat de slachtoffers nu ook die begeleiding krijgen. Het zorgaspect is heel belangrijk, maar daarna komt ook het justitiële. En vanaf januari is de bedoeling dat ook justitieassistenten elke slachtoffer van seksueel geweld begeleiden. Voetbalwonder Lionel Messi heeft zijn 644ste doelpunt voor Barcelona gemaakt. En zo snoept de Argentijn het record af van de Braziliaanse legende Pelé. Straks meer daarover in de sport. Maar eerst moeten we naar Dover in het Verenigd Koninkrijk, want daar is de haven weer open, maar er zijn spanningen met de wachtende truckchauffeurs. De grens was dicht sinds zondag, omdat er een nieuwe coronavariant circuleert. De Britse en Franse regering zijn gisteravond overeengekomen om de grens weer te openen. Duizenden vrachtwagenbestuurders die aan het wachten waren, kunnen dus vertrekken als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Maar er is grote onduidelijkheid en het kan ook nog dagen duren voor iedereen weg is. De haven van Dover vanochtend. De frustraties bij een groepje chauffeurs loopt hoog op bij de ingang, want ze mogen duidelijk niet binnen. Dat leidt dan weer tot frustraties van anderen die wel binnen mogen, maar niet kunnen. Everything is right now like stuck because some cars block the entrance to the port because some people do not have a negative test result, but they do not want to make space for those people like me who do have a negative test result. Gisteravond raakten de Britse en Franse regering het eens om de grenzen weer te openen voor chauffeurs als ze een negatieve test hebben. Het leger zou helpen om die sneltesten af te nemen op een verlaten vliegveld waar duizenden vrachtwagens staan. Maar de Vlaamse chauffeur Chris Beukelaars klaagt over de informatiedoorstroom. Deze ochtend hebben wij geprobeerd van informatie in te winnen rond die covid-testen dat ze gezegd hadden dat er ging gebeuren. Tot op heden, we zijn nu ondertussen toch bijna 12 uur Engelse tijd, hebben wij nog altijd geen resultaat bekomen daarvan. Daarom houden sommige chauffeurs protestacties, zoals blokkades van de wegen. Maar ook omdat de voorzieningen er slecht zijn. Ook de sanitaire voorzieningen zijn niet echt wat ze moeten zijn. Qua naar eten toe hebben ze voor een vijfduizendtal vrachtwagens dat hier geparkeerd staan, een viertal eetstandjes. Geen aangenaam vooruitzicht in de wetenschap dat het nog dagen kan duren vooraleer iedereen die weg mag ook weg kan. En de problemen in de Britse havens die zijn in ons land heel tastbaar voor verdelers van Britse producten. In Everberg, deelgemeente van Kortenberg, is er een Britse winkel met nu veel lege rekken. Vooral vlees en brood raken moeilijk binnen nog en dat is een probleem voor de kerstavond. Veel Belgische Britten komen shoppen in Stone Manor, een Britse speciaalzaak in Everberg. Ook Kellyanne zoekt iets speciaals. Pork pie. Hopefully trying to get some pork pie, but I don't think there'll be any. Maar is er wel taart met varkensvlees? Er zijn grote tekorten in de winkel, vooral van producten die niet lang bewaard kunnen worden. So this cabinet here would be filled this time of year, filled. You wouldn't be able to see the back at all with bacon, sausages. We have a truck en route as the delays continue. We're not sure when he will arrive, but we are hopeful that he will arrive tomorrow at some point.
Er zitten 267 vleesbestellingen voor kerst ergens in een vrachtwagen. Maar mogelijk komen die te laat. Er is wel nog wat kalkoen in de koelkast, maar die is niet echt een alternatief. As you can see, they are all extra large and serve 11 to 14 people. And what we found this year, of course, with the restrictions that the government has put on, you can't have large Christmas dinners, so you shouldn't be able to have 11 to 14 people round. Marmelade is er genoeg, drank ook, maar ook de broodplanken staan leeg. De klanten gaan er eigenlijk wel soepel mee om. But that's everywhere, right? That's with the ports being blocked, that's natural. But maybe that's a preview to Brexit. Maar is er nu pork pie? Kellyanne zal het dit jaar zonder dit vettige gebak moeten stellen. Yeah, it'll still be a good Christmas. Yeah. Even without pork pie? Oh, it's my one treat a year, so I'm not sure about that. Yeah. I'll have to make up for it with something else. Maybe chocolate. Okay. Have a good Christmas. In Frankrijk zijn drie politieagenten doodgeschoten toen ze in een familiedrama tussen beiden probeerden te komen. Een man bedreigde zijn vrouw met een wapen. De agenten probeerden daar dus op in te grijpen. De man kon ontsnappen, maar na een klopjacht werd hij wel dood teruggevonden in zijn wagen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vraagt respect voor de ordendiensten. Avec les trois gendarmes décédés cette nuit, c'est les 11e décès depuis le début de l'année des forces de l'ordre en opération. Notamment ces fêtes de Noël où les Français seront encore protégés par les forces de l'ordre, que les policiers et les gendarmes, la gendarmerie nationale, fait un travail quotidien de protection de nos concitoyens et que nous leur devons respect et reconnaissance. In de Verenigde Staten weigert president Donald Trump zijn handtekening te zetten onder het wetsvoorstel over een coronasteunpakket. En dat is onverwacht. Het parlement heeft het pakket van $900 miljard maandag wel goedgekeurd. Ook de Senaat, waar de Republikeinen van Trump de meerderheid hebben. Het geld is bedoeld om miljoenen Amerikaanse gezinnen en bedrijven te helpen. Maar Trump vindt de voorgestelde bedragen te laag. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000 or $4,000 for a couple. I am also asking Congress to immediately get rid of the wasteful and unnecessary items from this legislation. Israëli's moeten binnenkort voor de vierde keer in 2 jaar tijd naar de stembus. Het Israëlische parlement is er niet in geslaagd om een begroting goed te keuren. En daardoor zijn vervroegde verkiezingen noodzakelijk. Premier Netanyahu vecht voor zijn politiek overleven, want er wachten hem verschillende rechtszaken voor fraude en corruptie als hij het niet haalt. De Knesset, het Israëlische parlement, had tegen middernacht een akkoord moeten bereiken over een begroting, maar slaagde er niet in die deadline te halen of ze te verlengen. Daarmee ligt de broze coalitie tussen de rechtse Likud-partij van premier Netanyahu en de centrumpartij van defensieminister Benny Gantz aan diggelen. De regering was in de lente gevormd om het hoofd te bieden aan de coronacrisis, maar echt van harte ging het nooit. Premier Netanyahu moet zich de komende maanden verantwoorden in een corruptieproces. Hij hoopt aan de macht te kunnen blijven en te genieten van immuniteit. Maar rivalen uit Netanyahu's eigen Likud dreigen het hem met nieuw gevormde rechtse partijen moeilijk te zullen maken in de komende verkiezingen die gepland zijn voor maart. Straks trekken we naar de Sint-Baafskathedraal in Gent. En het wordt een beetje een werfbezoek, want het nieuwe bezoekerscentrum rond het Lam Gods is nog niet helemaal klaar. En toch kregen wij al een rondleiding. Maar eerst kom ik bij jou voor een soort rondleiding in de voetbalgeschiedenis, denk ik. Want de idool van velen, Lionel Messi, heeft weer eens gedaan wat hij zo goed kan. Hè. Ja, inderdaad. Een recordgoedelende Argentijnse superster is op dreef. Lionel Messi heeft een mythisch record afgesnoept van de Braziliaanse legende Pelé. Die scoorde ooit 643 keer voor Santos,
Messi doet beter. Hij maakte gisteravond zijn 644ste doelpunt voor Barcelona. En hij heeft nu dat record op zijn naam van het hoogste aantal goals gemaakt voor één club. Messi schreef geschiedenis in de uitmatch van Barcelona bij Real Valladolid. Barça won met 0-3. De missie van Messi, één keer scoren tegen Valladolid. En na 20 minuten gaat hij zijn kans. Een hele knappe redding van de doelman. Messi scoort vaak, maar hij laat ook vaak scoren. Daar is de 0-1 van Lenglet. Op een schoteltje, zegt men dan. En vlak voor rust zet hij opnieuw een actie op. En daar is de 0-2 na de assist. Ook een pre-assist, maar nog altijd geen doelpunt. Messi probeert het wel, maar voorlopig lukt het niet. Tot in minuut 65. Messi, goal del Barcelona. Daar is hij dan, nummer 644. Messi breekt het record van Pelé onwaarschijnlijk straf. En bijna doet hij er nog eentje bij, maar hij treft de paal. Ach, opdracht volbracht. Messi heeft zichzelf een mooi kerstcadeau gegeven. Toen ik begon met voetballen had ik nooit gedacht ooit een record te breken. En zeker niet het record dat ik nu van Pelé heb overgenomen. Ik kan alleen maar iedereen bedanken die mij gedurende deze jaren heeft gesteund. Mijn ploeggenoten, mijn familie, mijn vrienden en mijn supporters. Bij Racing Genk is de transfer van Joachim Mele naar het Italiaanse Atalanta helemaal rond. De Deense international vertrekt voor 11 miljoen euro. Dat bedrag kan zelfs nog oplopen tot 15 miljoen. Mele is 23. De rechtsachter maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De Olympische Spelen in Tokio krijgen een sobere openings- en sluitingsceremonie. De Spelen hadden normaal gezien vorige zomer moeten plaatsvinden, maar ze zijn vanwege corona verschoven naar volgend jaar. Gezien de omstandigheden willen de organisatoren de ceremonies dan niet te feestelijk maken. Cameron van den Broeke stopt met wielrennen. De dochter van de betreurde Frank van den Broeke was 2 jaar als profrenster aan de slag. Maar ze kende veel pech met ziekte en een polsbreuk. En de verhoopte resultaten bleven uit. Van den Broeke is 21. Straks is er op 1 veldrijden te zien. De cross in Herentals. Met de twee tenoren aan de start. Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Wout van Aert wil winnen in Herentals, want dit is zijn thuisbasis. Van der Poel gaat voor zijn 3e overwinning in 4 dagen tijd. Vorige zondag kwamen de twee voor de eerste keer dit seizoen tegen elkaar uit. Toen was Van der Poel de sterkste. De cross van Herentals is nieuw op de kalender. De wedstrijd vervangt in deze coronatijden de Azencross in Loenhout. Iedereen is benieuwd. Ik ben onder de indruk. Het is echt een supermooi parcours, zeker met deze weersomstandigheden. Het is enorm lastig, heel technisch met momenten, dus het zal zeker een spektakelcross worden. Het is overal heel nat, het is vooral heel veel schuiven. Het is niet super, super zwaar duwen. Natuurlijk met de helling erin is het heel lastig, maar op het grasveld is het vooral heel glad. Elisabeth stond hier daarnet, die zei, ik vind dit echt een Wout van Aert parcours. Ben je het daarmee eens? Ja, toch wel. Het is echt een vermogenscross. Lange loopstroken bergop op die skibergen. Denk wel dat hij gebrand is om hier vandaag. Het is dicht bij zijn thuis, dus heeft hij gisteren ook niet gereden. Ik denk wel dat hij gebrand is om hier vandaag te winnen. Pittig duel dan? Ja, misschien wel. Het is zeker iets aan mijn licht en er zit een lastige loopstrook in. En een cross bij huis, dus ik ben zeker gemotiveerd. De veldrit van Herentals met de strijd tussen Van Aert en Van der Poel is live te zien op 1, meteen na dit journaal. We sluiten af met het WK darts in Londen. Want na Kim Huibrechts heeft ook Dimitri van den Berg zich daar geplaatst voor de 3e ronde. Heel vlot zelfs. Hij zette de Singaporees Lim opzij met 3-0. Van den Berg verscheen met een brace om zijn been op het podium, maar de blessure remde Dancing Dimi duidelijk niet af. Ladies and gentlemen, the dream maker, Dimitri van den Berg! Met
Met dit dansje begint Dimitri van den Berg, die geblesseerd is aan de kruisbanden, aan zijn WK. Dancing Dimmy's tegenstander is de 40 jaar oudere Paul Lim, die het heel wat rustiger aandoet. Het contrast is ook groot tijdens de wedstrijd. In het openingsspel gooit onze landgenoot twee keer het maximum. De eerste set gaat probleemloos naar Van den Berg, die geen last heeft van zijn blessure. Ook in de tweede set is de Singaporese maatje te klein. Van den Berg wordt gezien als een van de outsiders op dit WK. Hij zet die ambities in de derde set ook kracht bij. Hij blijft gooien aan een hoog gemiddelde van iets meer dan 105 per worp. Hij wint met 3-0 en toont in zijn eerste match meteen zijn goede vorm. Paul Lim, a man of many experiences in winning tournaments in the world. So I thought, it doesn't really matter who I'm gonna get. I've gotta be on top of my game. And I kind of think I showed what I am capable of. Congratulations tonight. Merry Christmas. We'll see you afterwards. Everybody as well. Merry Christmas. Thank you very much. Ja, en Van den Berg heeft zijn ambities voor de wereldtitel kracht bijgezet. Ja, ik onthoud ook Dancing Dimmy. Dank je wel, Katrien. De geschiedenis van de Gentse kathedraal en het beroemde Lam Gods bekijken door een speciale bril. Dat kan letterlijk binnenkort, want het nieuwe hypermoderne bezoekerscentrum is bijna klaar. En wij kregen een preview. Het is nog niet helemaal af, maar toch krijgen we nu al een rondleiding door het nieuwe bezoekerscentrum. De afgelopen jaren is de kathedraal helemaal gerenoveerd. Belangrijk was in de hele opzet om in eerste instantie de muurschilderingen te vrijwaren, dus te bewaren, door een duurzaam klimaat te bewerkstelligen. In de crypte zul je een hoogtechnologische rondleiding kunnen volgen met een speciale bril. Tegelijk is er ook aan de toegankelijkheid gedacht. Het zal volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en een rolwagen, maar er is ook bijvoorbeeld gezorgd voor slechtzienden, voor het Lam Gods dat afgebeeld wordt, waar men het kan voelen met relief. Dus er is daar zeker over nagedacht om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het meesterwerk. Om de doorstroom van de honderdduizenden toeristen die verwacht worden zo vlot mogelijk te laten verlopen, is een glazen constructie met trappen en liften gebouwd. Met respect voor de eeuwenoude kathedraal. Hier ziet u de leuningen bijvoorbeeld. Ze zijn in messing uitgevoerd. Je ziet die materialen komen ook terug in de kathedraal zelf. Ook de zuilen zijn bekleed in datzelfde materiaal. De bedoeling was om ook het ambachtelijk karakter van de kathedraal ook terug te brengen in de nieuwbouw. Nu is deze glazen kooi nog leeg, maar hier komt dus het hoogtepunt van het centrum, het Lam Gods. Door de vitrine kan iedereen het werk veilig bekijken en is het toch goed afgeschermd. Het geheel moet bewaard worden zo rond de 14 à 16 graden daartussenin. Ook de luchtvochtigheid is belangrijk en ook de lichtinval, want we zitten hier met glas- en loodramen. Het nieuwe bezoekerscentrum opent, als alles goed gaat, op 25 maart voor het grote publiek. Dat is veelbelovend. Hoog in dit journaal staat het getuigenis van een jonge man die zijn tweelingbroer verloor in het verkeer dit jaar. Meer dan 200 doden zijn er alweer te betreuren op de Vlaamse en Brusselse wegen. Ondanks telewerk en andere coronamaatregelen. Ik wens u een veilige, een mooie middag toe. Bedankt voor het kijken en heel graag vanavond weer. De sfeer, dat was gewoon een dag zoals een andere dag. We waren blij, we hebben gelachen, gesproken. Daarna zijn zij vertrokken, ik ben vertrokken, maar zij zijn niet meer teruggekomen. Zeker tijdens de periode van de lockdown, in de eerste 6 maanden van dit jaar, hebben we vastgesteld dat er veel minder ongevallen waren, maar dat ze wel veel ernstiger waren. Afleiding, drugs en alcohol, het zijn allemaal echte verkeerskillers nog vandaag de dag. Houden jullie aan de verkeersregels? Dingen als gsm achter het stuur, dat hoort niet. En draag altijd de gordel, want dat zou wel eens je leven kunnen redden. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.